Deze grote bierpul is gemaakt van serpentijnsteen waar zilveren monturen omheen zijn gemaakt. Hij is in 1647 in Leeuwarden gemaakt door Willem Oldhoff. En het serpentijnsteen dat moest de eigenaar beschermen tegen vergiftiging. Belangrijke mensen konden het makkelijkst uit de weg worden geruimd door ze te vergiftigen. En daarvoor hadden die mensen een voorproever in dienst. Viel die om, dan wist je dat je de drank niet moest drinken. En serpentijnsteen zou verkleuren als er een giftige drank in werd geschonken. En dat scheelde een hoop personeel.